Goedendag, welkom in de Lindenbok. Goedendag, ik ben Aad de Kuiper. Ik ben de huismeester samen met Henry Maat. Ik ben hier bij de Haarstraat met het oude ziekenhuis de Lindenburg. Die gevel die is in de jaren helemaal blijven staan, vanaf 1800. En ze hebben alles verbouwd, alleen die gevel is dan blijven staan. En dan gaan we straks even binnenkijken, want het is nu een seniorencomplex geworden. Ik ben Thea Acampora Struik en ik woon sinds 6 jaar in de Lindenburg. Nou, de locatie is prachtig, mooie tuin, het wordt heel goed onderhouden. En er worden ook heel veel activiteiten gedaan. Nou, goeiedag. We zijn in de recreatiezaal van de Lindenburg. Iedere morgen is er om vanaf 9 uur koffie drinken. Boven hebben we een biljart voor de mannen, die gaan meestal biljarten dan. Op vrijdag hebben we meestal een borreluurtje. Dus dan wordt er vanaf 3 uur wordt er een borreltje geschonken. Een wijntje of een biertje of wat je wil drinken. En dan spelletjes aan, sjoelen, kaarten, wat ze willen. In de winter hebben we zelfs ettensoep, dus een bewoner die maakt ettensoep. En in de winter bakken we zelf oliebollen. Dus dat wordt hier allemaal gedaan. Er is van alles te doen, je zit dicht in de stad, alle winkels zijn bij elkaar. Nou, de appartementen die zijn heel goed, ruim voldoende. Je kan eigenlijk al je meubels kwijt. Ik zou zeggen, welkom. Dit zijn 2 blokken waar alle leeftijden op mogen reageren. Aan dit gedeelte reageer je als je 65 plus bent. Laten we naar binnen gaan naar een woning. Dit is een van de vele woningen van de Lindenburg. Dit is toevallig een aangepaste woning. De meeste woningen hebben in de Lindenburg 1 slaapkamer met een mooie woonkamer. En deze woning heeft nog een hele grote badkamer. Zo zijn ze niet allemaal. Er zit heel veel verschil in. De bewoners kunnen altijd bij me terecht voor vragen, reparatieverzoeken, dat kan allemaal. Dat is geen probleem.